Rutger van Schadenburg. We zijn hier op het WK Laser in Oman. We hebben vandaag, of jij hebt vandaag, de eerste race in de Goldfleet gevaren. Ja. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, het evenement gaat tot nu toe best goed. Maar vandaag even wat minder. Slecht uit startblokken en alsnog mogelijkheden gehad voor een goede race. Maar daar heb ik toch wel wat laten zitten, dus dat vind ik wel jammer. Want jij zei van de week, je moet er in de Goldfleet bij de start wel meteen goed bij zitten. Klopt dat? Heb ik dat gezegd? Ja, dat je goed moest starten was belangrijk. Ja, dat is elke wedstrijd belangrijk. Ja, nee, klopt. En ik had een goede plek, maar toch wat terughoudend. Verwachtte dat de groep toch wat te vroeg zou starten. Daardoor dat een aantal mensen eruit zouden vliegen en was daar iets te voorzichtig in. En was niet nodig. Dus zonde, ja. Maar alsnog momenteel op een mooie vijfde plaats. Ja, klopt. Maar ik heb heel wat punten laten liggen. Dus die vijfde plaats zegt nog niet zo heel veel. Ik denk, qua punten sta ik er minder goed voor dan vanochtend. Dus dat vind ik wel jammer. Want de condities zijn deze week ook behoorlijk anders dan wij jullie op hebben getraind. Ja, inderdaad. Veel wind. En normaal theorie is hier een lekker zonnetje. Niet al te veel wind. Vrij licht. En de eerste week, begin van de week, al een depressie over gehad. Veel wind. En nu blijkt de volgende te komen. Dus ja. Lastige condities over het algemeen. Lastig. Ik vind deze conditie wel moeilijk. Maar vooral anders dan verwacht. Dat is het. Even goed omschakelen en inspelen op het huidige weer. Ja, klopt. Ja. Ik ben benieuwd wat we krijgen de komende dagen. Hey, succes morgen. Ja, bedankt.